Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door KM Fotografie. You're in the picture now. Christopher Fay is een kleine, maar eigenlijk ook weer grote man bij KSV Rumbeke. Dit seizoen een succesvolle trainer bij de U13. We ontmoeten hem op toernooi in Kuurne, waar hij met zijn man een finale matchje speelt. Al 15 jaar is Chris lid van KSV Rumbeke en dit jaar zal zijn 10e zijn als jeugdtrainer. Toen zoon Davy nog voetbalde bij de Duiveltjes en de Premieniemen, was papa natuurlijk delegé. Vervolgens scheiden hun wegen en Chris werd coach bij diverse jeugdteams. Hij volgde de trainerscursus. Nu maakt hij opnieuw een tof seizoen mee bij U13. Ik vind die gasten, die leeftijd, zien ze mij goed recht. Ze luisteren, ze leerhieren. En ik kan ze toch wel iets bijbrengen, denk ik, ja. De groep die ik dit jaar had, vond ik geen moeilijke leeftijd, nee. Ik heb veel succes gehad ermee. Een hele goede groep, toffe banden. Wat is Chris voor trainer? Een goede trainer en een leuke. Omdat hij niet veel zaagt. De oefenmeester die langs lijnen gedreven indruk maakt, heeft zelf ook langdurig gevoetbald bij KSV Rumbeke. Hij was ook actief in het liefhebbersvoetbal. Hij zal toch zeker nog verder ambitie hebben? Ambitie, ja. Wat is ambitie? Ik geef graag training, dat maakt mij niet veel uit aan welke ploeg. Of hoe goed ze zijn, dat maakt mij niet uit. Ik wil vooral de jongens bijleren. Combinerend voetballen, van achteruit voetballen, niet zomaar lange ballen vooruit trappen. Veel acties, geen individuele acties, veel passing wil ik zeggen. Over dit seizoen is de trainer zeer te spreken. Hoogtepunten wil hij niet noemen, het gaat hem om het totale plaatje. We hebben toch enkele heel mooie wedstrijden gespeeld. Dat nept gewonnen altijd. En uit achterstand terugkomen, dat is qua inzet en karakter van de spelers, ja, dat waren de mooiste wedstrijden. Er zit potentieel in, denk dat U15 met een knappe groep kan beginnen, toch, ja. Waar baseer je dat op? Want sommigen technisch en loopvermogen, anderen zijn dan meer voetbal inzicht, die hun vrij lopen zonder bal, zoiets, ja. We keren nog even terug naar zijn huidige spelersgroep. Wat heb jij van Chris opgestoken dit jaar? Nou, veel de bal moet je rondspelen. En nou van langs achter moet je opbouwen. Vertel eens, is hij wel eens streng? Nee, we mogen alles. Chris en Dieter. En de spelersgroep neemt tenslotte nog even zijn petje af voor hun trainer. Zoals ze hun doelpunten vieren. Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door KM Fotografie. You're in the picture now.